Hoe kun je goed met elkaar omgaan, terwijl je ook sterk voor jezelf bent? Dat is dus heel belangrijk. Dat is heel belangrijk om goed en gezond voor jezelf te kunnen zorgen. Nou, dat past dus heel mooi bij het thema waar we het vandaag over hebben. Vullen of voeden. Gaan verbinden. Dus wat ga je doen? Rondlopen, loop naar iemand toe en stelt je voor. Hé, ben ik. Esther. Hey jongens, leg allemaal je linkerhand, de buitenste hand. Buitenste hand doe je op de schouder van je voorhand. En dan tel ik straks af. Van 3 naar 0. 3, 2, 1, 0. En dan gaat het bij elkaar op de schoot zitten. Dat lukt alleen als je echt gaat zitten. Dat het allemaal hoogteverschillend is. Dus we moeten wel goed proberen op elkaar af te stellen. Oké? Okay? Nou, we gaan. Elke schoot gaan we rustig zitten. Even gaan zitten. Ook weer even gaan zitten. En dan handen in de lucht. En roep dan vullen op voeden. Voeden! Voeden natuurlijk, hè? Voeden! Oké, mooi, applaus. Ja, applaus. Ja, lekker natuurlijk. Maar, ja, is het ook echt voedend? Want waarom is appeltaart nou niet voedend? Want u krijgt wel een hartstikke vol gevoel van de maag, de lijf. Eet, dan krijg je alleen maar dat binnen en je moet eigenlijk wat meer andere dingen ook eten. Je hebt al helemaal opzetten gekregen, kijk in de blokken. Je moet een beetje variëren met je eten. Dat is heel belangrijk. Nou, wij hebben dus Ria. Ria, dat is wat je zegt. Dus dit is Ria. Ketchup is ketchup. En suiker. Wie denkt B? Er zit wel 12 klontjes suiker in, ketchup, die fles ketchup. Wie denkt C? Er zit wel 45 klontjes suiker in. Nou, deze neem ik toevallig al. Goeie antwoord is C. Er zit dus wel 45 klontjes suiker in één fles ketchup. Nou, dat is dus echt heel veel. Ketchup, is dat dan dus vullen of voeden? Vullen, hè? Doe dit nog in het licht of in het donker? Pascal, in het donker? Ja, die denkt nog meer. Dit nog doet in het donker. Maar dan zien ze toch niks? Ja, maar ook niks. Lekker? Ja. Hey, je mag alles.